Hi allemaal, ik ben Jelena en het is weer tijd voor een superleuke aflevering van Q-Time. En zoals ik altijd zeg, kan je met je Q-Time verschillende dingen doen. En waarom zou je niet gewoon lekker gebak gaan eten bij de Swedish Thing? Nou, vandaag is Maaike bij ons en Maaike gaat ons alles vertellen over de Swedish Thing. Hi Maaike. Hi, goedemorgen. Goedemorgen, hoe gaat het met je? Goed, en met jou? Het gaat hoor. Ja. Lukt het al een beetje met de zenuwen? Op zich wel, ja. Okay. Ik ben nu wel relaxed. Ja. Maar als je zenuwachtig bent, is like a pastry, like a good thing to eat, right? Ja, zeker. En jij maakt het. Ik maak het, ja. Misschien om het iets rustiger aan te doen, kan je me vertellen wie je bent. En misschien werkt het met de zenuwen. Oké, ik ben Maaike, ik ben 34. Mm-hmm. Ik woon nu 7 jaar in Suriname, 7,5 jaar. En ik heb 7 jaar geleden mijn winkel opgezet, de Swedish Thing. Direct? Gelijk, ja. Ja, daarvoor ben ik ben echt doelbewust daarvoor naar Suriname gekomen. Omdat ik het een beetje miste. Altijd als ik hier op vakantie kwam, dan... ik had wel plek om naartoe te gaan. Maar ja, Nederlanders houden gewoon van koffie en gebak. En dat was er nog heel weinig. Dus toen dacht ik, nou ja, dan ga ik het zelf doen. Maar ben je zelf een bakker? Wat zeg je? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb me laten omscholen. Ja? Ja, dus vanuit huis ben ik helemaal geen bakker. Mm. Nee, maar ik heb ervoor gekozen om die switch te maken. Oké, dus 7 jaar geleden heb je gezegd, weet je wat, ik kan het niet vinden. Ik ga het gewoon zelf hier komen doen. En je bent gestart. Ja. En hoe is dat gegaan? Hoe is dat proces gegaan? Want je weet, Suriname en Nederland zijn 2 verschillende landen. Verschillende type mensen. Ja, zeker. Een wereld van verschil. Mm-hmm. En het was niet makkelijk. Mm-hmm. Nee, het heeft de uitdagingen met zich meegebracht. Maar ik denk wel dat als je echt vanuit passie en liefde werkt, dat je heel ver komt. En ja, tot op de dag van vandaag zijn we er nog steeds. Dus, ja hoor, en jullie doen het goed. Mm-hmm. Want we hadden een voorgesprekje net en je gaf ook aan van the Swedish thing is something different. Want je hebt niet like the traditional koek en taart wat we in Suriname gewend zijn. So, what is it exactly? Want ik weet het wel, maar die mensen die kijken weten het nog niet. So, misschien kan je ook een beetje vertellen over what you're making. Ja, we zijn dus een pastry shop. En ik heb ervoor gekozen om me niet te richten op de traditionele Surinaamse koeken. Omdat er gewoon heel veel mensen zijn die dat kunnen. Ik kom... mijn familie die bakt wel, dus ik heb heel veel tantes, nichtes die de beste koeken kunnen maken. Dus ik ga mezelf daar niet aan wagen. maar ik wil juist iets anders brengen wat misschien nog niet zo heel bekend is. Zo maken we bijvoorbeeld tarteletjes van amandelmeel. Misschien moet je eens even vertellen, wat is een tarteletje? Een tartelet is een deegkuipje en daar kunnen dan verschillende soorten vullingen in. Dus we maken tarteletjes met notenkaramel, appelcrumble, banketbakkersroom, vers fruit. We maken ook soesjes, maar hoe we hier soesjes kennen is het vaak zout met kaas of tuna. Ja, of kip. Ja, precies. En wij maken ze dan met slagroom. Oeh. Dus we proberen het net roomsoes. Iets anders te... Ja, precies. Maar je bent gekomen hier zo 7 jaar geleden omdat je een aantal keer op vakantie was en je kon geen gebak en koffie kregen. Dus je zei, je gaat nu hier komen wonen en ik ga het maken dat ik het altijd kan eten. nou ja, ik miste dat sowieso hier. Mm-hmm. Maar in Nederland was ik ook niet, had ik ook nog niet helemaal mijn ding gevonden. Mm-hmm. Ik werkte bij een bank en ik vond dat, ja, dus het was niet voor mij. Ik kon mijn passie er niet in kwijt. Het is gewoon niet mijn ding om achter de computer te zitten. En toen dacht ik van, ja, weet je moet dit wel je hele leven doen. Je moet je hele leven werken. Dus het neemt een groot deel van je leven in beslag. Dus dan kan je liever iets doen wat je leuk vond. Zeker. En ik vond bakken heel leuk. Ik deed dat als hobby voor vriendinnen. Mm. Maar nog niet professioneel. En ik vind eigenlijk... ik vind het heel belangrijk dat je iets doet... Waar je wel gelukkig van wordt. Zeer belangrijk. Ja, toch? En toen heb je dat gedaan dus. En je zei van, oké, de bank ziet me nooit meer. Alleen als ik geld ga starten voor mijn precies. eigen business. Ja. En je bent toen naar hier gekomen en je bent gestart. En we hadden het er net nog over dat het juist leuk is dat er iets anders nu is. Want we zijn gewend, de gele koek, de viado, de boyo, de. En die zijn super lekker, maar... Surinamers staan steeds meer open, moet ik denken, voor nieuwe dingen.
Of ja. is het juist niet direct? Hoe is de transitie gegaan om mensen te introduceren aan something different? In het begin was het wel heel lastig, mm-hmm. omdat je komt als Nederlander in een land, in mm-hmm. Suriname, waar je eigenlijk nog niet je weg kent. Mm-hmm. En mensen hielden toch zoiets van, wat is dit, ik ken het niet, dus ik wil het niet. Mm-hmm. En langzamerhand is het balletje wel gaan rollen. Vanaf het begin hebben we geen reclame gedaan, echt alleen onze eigen social media. Dus de mensen die kwamen echt via mond-tot-mond reclame. Mm-hmm. Want ik dacht, ja, ik kan wel gaan vertellen dat het lekker is, maar van mij gaan ze het niet aannemen, yeah. toch? Terwijl als buurvrouw zegt van, hey, ik heb daar gegeten, dus het is lekker, ga, dan lukt het wel. Dus eigenlijk was het begin, was het wel echt vechten voor... voor je plekje, ja. Maar het is gelukt, want we zijn 7 jaar verder en ik heb je brownies gegeten. Delicious. Mm. Ik heb ook nog je appeltaartpuntjes, die van haar. Perfect. Oh, dankjewel. Goed om te horen. Zo doorgaan. Maar the sweetest thing is wel zo... Ik had misschien een Nederlandse naam verwacht. Hoe ben je op the sweetest thing gekomen? Nou, we racen eigenlijk altijd door het leven. We zijn zo druk. We gaan altijd naar school. Daarna gaan we werken. We hebben kinderen die we overal moeten brengen. Dus we rushen constant door het leven. En mijn ouders zijn nog best wel, of op jonge leeftijd van mij, overleden. Ze hebben allebei niet van hun pensioen kunnen genieten. Dus mijn vader die is net met pensioen gegaan. Hij heeft er niet van kunnen genieten. Mijn moeder heeft het niet gehaald. Dus ik dacht van, ja, weet je, je werkt zo hard. En je gaat door het leven, terwijl je misschien die eindstreep helemaal niet haalt. Dus je moet tussendoor, moet je kleine momentjes bedenken of gaan vinden om toch te kunnen genieten. En zo is eigenlijk de Swedish Thing ontstaan. Want ik vind, zoals ik net al zei, ik vind het belangrijk dat je iets doet wat je leuk vindt, maar ook dat je echt kan genieten van die kleine momentjes. Dus op het moment dat je bij ons binnenkomt, dan kom je in een oase van rust, moet het eigenlijk zijn. En moet je gewoon even jouw verwend momentje kunnen pakken. En dat momentje is de sweetest thing. Dus op het moment dat je binnenkomt, dan is aan ons de taak dat de service goed is en de kwaliteit goed. Dat is echt waar we op sturen, zeg maar, waar we voor gaan. En ik wil gewoon dat als je een taartje komt eten, dat je even je rustmomentje kan pakken, je verwend momentje. En gewoon optimaal kan genieten. Oh, dat is zo mooi. En je hebt ook een taartje voor daar verder gaan. Want straks gaan we even de sweetest thing, the moment hier. Maar waar is de sweetest thing nou eigenlijk? Want dat hebben we nog niet gevraagd. En als mensen als ze willen bestellen, kunnen ze bellen? Hoe kunnen ze je vinden? Alsof als ze willen zien wat je allemaal verkoopt. Ja, we zijn gevestigd aan de Johan Adolf Pengelstraat, 112, Wanikastraat. Op de hoek van de Verlengde Hoge Straat. En we hebben Facebookpagina, de Swedish Thing Paramaribo, Instagram. En mensen kunnen bestellen via telefoonnummer 883-4483. Alright. En ja. stel iemand kijkt nu en zegt, ik heb gehoord dat je hebt gezegd, ik wil 100 roomsoesjes morgen. Hoe zit dat? Kan dat? Is er 3 dagen van tevoren, 2 dagen van tevoren? Ja, wel 3 dagen van tevoren bestellingen. maar we hebben natuurlijk een winkel met uitgebreid assortiment. Dus je kan altijd langskomen van dinsdag tot en met zondag. Zaterdag en zondag zijn we ook geopend. Dus dan kan je gewoon binnenstappen en dan hebben we van alles liggen. Ja, en dan is het licht aan jou to have your sweetest thing moment. Ja, toch? En daarvoor zijn jullie er. Wel, Maaike, ik vind het bijzonder dat je gewoon hebt besloten om te gaan voor je geluk. En met je life experience die keuze sneller hebt kunnen maken. En dat je thriving hier in Suriname, because it's not really easy, but you still try to help people create their sweetest thing moment. En ik zou zeggen, niet stoppen. Je hebt een mooie taart voor ons gebracht. Misschien kan je ons even vertellen. En dan mag je ook een mooi snijden, want als ik taart snij, dan gaat het mis. Zo, en het ziet er prachtig uit. So what do we have here? Dit is een red velvet. Mm-hmm. En dit is eigenlijk onze bestseller. Ooh. Ja, die gaat heel goed. Ik bak niet alleen trouwens hoor, ik bak met een team. Dus we hebben deze red velvet gemaakt en ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Okay. Ik ga hem aan deze kant zetten. Jij mag hem snijden. Ik ga dan lekker afsluiten. En mijn laatste zin is confirming how sweet this red velvet cake is going to be. Nou, vandaag hadden we Maaike van The Sweetest Thing en zij maakt
super lekker gebak. Het is niet het traditionele Surinaamse gebak dat we gewend zijn. Maar het is altijd leuk om jezelf te verrassen met nieuwe dingen en gewoon nieuwe dingen te proberen. Ze zijn gevestigd op de hoek van de Hoge Straat en de Wanika Straat, oftewel de Johan Adolf Pengelstraat. Ze zijn op social media. Haar nummer komt nu in beeld als je wil bestellen. En ik zou zeggen, wacht niet langer. Indulge in your moment and to have the sweetest thing. And remember, your time plus my time is cue time. No, perfect timing, girl. Ik ga nu dus de red velvet cake proberen. Right in the middle. Ik heb nog niet gegeten, dus dit is een goeie, hoor. Goed ontbijt, toch? Oké. Okay. The sweetest thing. Ja. Yeah. Yeah. Niet te zoet. And it balances out. I love it, girl. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.